Hallo. Hallo jongens en meisjes, niet te vergeten. Meisjes ook, zeker, zeker. Welkom bij product update nummer 44. 44. En tegen de 50 gelopen aan, nou daar. Ja, wij niet, maar de updates wel. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hey, de vakanties zijn al begonnen in het midden van het land, vorige week al. Dus je hebt mensen van een week vakantie, heerlijk. Dat is zeker niet verkeerd. Dus als je tijd hebt in de vakantie en je denkt, nou, ik heb geen idee wat ik moet doen. En je verveelt jezelf. Ja, precies. Spring in de auto, trein of fiets. Ja, kijk je moeder je lief aan. Dat ze je hier naartoe brengt. Ja, want wij zijn gewoon de hele vakantie gewoon open. Ja. Tijdens de normale uren die je gewoon kunt vinden op de website, op de contactpagina. Dus je bent uiteraard van harte welkom. Ja, dus als je alle trucs of dingen in de updates keer in het echt wil zien, dan ben je van harte uitgenodigd. Ja, bedenk niet voor niks. Hier in de winkel werken goochelaars. Dan zeg je, ja, logisch. Maar je wil niet weten hoeveel mensen dat hier binnenkomen en die dan verbaasd zijn dat hier goochelaars werken. Ja, dat is echt zo. Echt hoor, dat mensen denken dat wij mensen zijn die spulletjes verkopen, maar niet kunnen goochelen. Nou, wij kunnen wel echt goochelen. Ik zeg niet dat we alles heel goed kunnen, want daar hebben we te veel voor. Dat is gewoon zo. Ja. Maar ja, dus... We doen ons best. We doen ons best. Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar de vraag is, wat hebben we voor nieuws? Wat hebben we voor nieuws? Nou, degene die al... naar onze Facebook acties hebben gekeken, waar overigens heel leuk op gereageerd is, dank daarvoor. Die hebben deze misschien al gezien en ik ga hem hier in de update nog een keer laten zien. Een ring. Een ring. Nothing fancy about that. Niks bijzonders aan. Hartstikke goed. Die ring, daar kan ik iets speciaals mee doen. Ik zal namelijk hier op tikken. Blaas ik een keer. Kijk. En dan laat ik die ring zo verdwijnen. Dan vraag je je misschien af, waar is hij nou naartoe? Nou, in dit geval wel, ja. En nou, voor de vrouwelijke kijkers dus. Ga je op tafel klimmen? Oh nee, dat valt over. Kijk eens. Oh, kijk hier. Kijk hier. Wat daar hangt. Ik zal hem... Ja, pak hem even zo ver mogelijk. Zo ver mogelijk, dat ik niks... Zo. Hij is gewoon boven tafel, dan kunnen we het eerlijk zien. Boven de tafel. Mag ik even kijken? Ja. Kijk. Zit gewoon helemaal vast. Dat doorheen, hè? Mag ik kijken of hij er echt doorheen zit? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Mag ik? Ja. Dit zit er echt gewoon helemaal... Kijk, doorgeregen. Zie je? Het zit er echt gewoon doorheen. Ja, wat je zegt. Maar ik zal hem zo uithalen hier. Zo clean as it can be. Kijk, hij zit echt hier in het midden. Maar, even een vraag. Ik weet het antwoord, maar ik stel het even voor de mensen thuis. Dit is natuurlijk fake oortelefoontjes. Het is gewoon normale oortelefoontjes, normale telefoon. Je krijgt normale ring. En je krijgt er iets bij, waardoor je dit dus kunt doen. Ja, en dat heb je zelfs gezien, dat ding wat je erbij krijgt, waar je mee kunt doen. Ja, dat klopt. Dat is even vaag. Dat klopt, ja. Dat klopt. Ja. Ja, dit is echt heel cool. Ja, super moderne ringflight. Ja. Iedereen heeft een telefoon. Ja. Ik vind het vet cool. Dus wat je nodig hebt is je eigen oortelefoontjes, maakt niet uit welke. Je eigen telefoon, maakt niet uit welke. Mm-hmm. En je leent de ring. Ja, dat is, precies. En als je de setup van tevoren gedaan hebt, dan kun je gewoon op elk moment... Kunnen we zo weer vanaf halen. Maar goed, dat is een andere truc. Dat is iets anders. Zit er niet bij als je koopt. Nee, dat is waar. Dat is waar. Oké, en dit heet? Dit heet iFlight. iFlight, juist. Ik zal het poosje laten zien. Van Vanishing Ink, in dit geval van Bill Perkins. Yes. Je krijgt duidelijke video-instructie. Ja. Wordt alles keurig netje uitgelegd hoe je het prepareert en hoe je hem klaar kunt maken voor je performance. Mm-hmm. Hij kan in principe de hele tijd geladen zitten, laat ik het even zo noemen. Dus heel achter in je zak tot het moment dat iemand zegt: hey, klap er eens een vette truc uit. En dan. En dan kun je de ring van de toeschouwer dus aan je oordopjes laten verschijnen. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het gaaf, ja. Ja. En je hebt geen risico dat iets stuk gaat. Ik ken niet dat een ringfluit snel stuk gaat, maar je hebt geen... Ja. Nee, je hebt geen mechanische dingen, laat ik zo zeggen. Dat is zo. Dat geen is geluid zo. Ook, geen... of weet ik wat. Er kan niks aan kapot. Nee. Oké. Okay. Very clear. iFlight kost... €32,95. Een vriendelijke prijs ook nog eens. Absoluut. Nice, mooi. Ik heb iets totaal anders. Dan moet ik eerlijk zeggen,
Mark heeft het ook nog niet gezien trouwens. Okay. Ik weet eigenlijk niet eens jouw sterrenbeeld. Nou moet ik even zeggen, ik weet uit mijn hoofd ook even niet eens je verjaardag nu. Dat is ook heel slordig dat ik dat zeg, maar ik ben wel eerlijk. Dus ik weet ook niet jouw sterren, want zou ik het misschien kunnen weer halen. Ik mag het ook niet zeggen. Wat ik hier heb namelijk, ik ga het voor de camera boven ons laten zien. Mm-hmm. Het zijn allemaal, allemaal stenen. Ik zal ze even voor de camera laten zien zo, dan kan iedereen het zien. Elk sterrenbeeld heeft namelijk zijn eigen steen. Kijk, ik weet niet of je wel een beetje verdiept hebt in stenen. Je hebt kristallen, ja, je hebt smaragden. Ja, ook. Ja, je hebt allerlei soorten edelstenen. En de ene is bijvoorbeeld goed voor energie. En de ander die geeft jou rust. Je hebt alle stenen, je hebt allemaal een soort van tool, zeg maar. Die reiki-achtige... Juist. Oké. Edelsteen, zeg maar. Nou, wat jij mag doen, ik geef jou die stapel zelf even. Mm-hmm. Je hoeft de mensen thuis niet te laten zien. Zoek even jouw sterrenbeeld op, ik wil het ook niet zien. En daar hoort dan ook een speciale steen mee. Als jij de kaart gevonden hebt, leg je de kaart beeld omlaag op tafel. En de rest van de kaart leg je ook even weg, zodat ik niet kan zien welke kaart jij hebt gekozen eventueel. Ik wil het ook niet weten namelijk. Oké, dus degene die mijn sterrenbeeld wil je plat neerleggen dus. Ja, en de rest ook gewoon even weg, dat we niet kunnen zien wat het is. Als je het onder het matje doen zo? Ik vind het prima. Dat in ieder geval, dat ik, dan zou ik zeggen, maar ik kan een andere kaart zien. Oké. Even voor de onder ons, het is niet gemerkt hè? Het is gewoon wit. Dit is een witte kaart. Ja, dus nu dat ik eerst kan zien. Je zou dit ook mogen verstoppen, je zou erop mogen gaan zitten, wat dan ook. Wegstoppen. Okay. Dit is geen leugen, je hebt een blanke kaart. Je hebt zelf deze kaart gekozen, daar staat jouw sterrenbeeld op. Mm-hmm. Ah, maar als ik me concentreer... Oké. Je houdt wel van een beetje rust en natuur ook. Ik zie de kleur groen. Dat klopt, ja. Dat is een kleur groen. Ja, nee, dat is... Oké. Mag ik zelf even kijken? Check even. Vooral de naam van de steen. Oké, want dat is belangrijk. Ja? Oké. De kleur en zo van de steen, want die... Ja, de kleur die is groen, dat weet ik zeker. Dat kan niet missen. En als ik... ik zie ook de letter A. Die is meer dan duidelijk aanwezig, de letter A. In de steen. In de naam van de steen. Ja, dat klopt. Dat klopt, hè, ja. En de letter M zeg je ook iets. Zit ook in het woord, laat ik zo zeggen. Ja, dat is zeker zo. En een A. En ik zie ook een T. Uh-huh. En een O. Nog steeds geen fouten. Nee, dat klopt. Maar ik twijfel over de G. Ik denk dat de G. Zie jij. Zit er een G in? Waarschijnlijk niet. Nee, oké. Want ik denk namelijk dat jij voor sterrenbeeld een boogschutter bent. En dat zou betekenen dat jouw steen de Amazoniet zou moeten zijn. Klopt dat? Ja, dat heb je helemaal goed. Kijk, boogschutter Amazoniet. Nou, dit is een effect van Ferre Gerards hier uit Nederland. En het heet Astro Gems. Uiteraard kun je het verhaal veel uitgebreider maken. Je kunt ook elke steen een verhaaltje vertellen. Mm-hmm. Maar het idee is dat je dus achterkomt. Ja, je kan... Van de steen of zo. Hoe beter je verhaal, hoe beter de truc. Dit is over ons een nieuw ding, maar je kan het zo speciaal maken als je wil. Of zo, juist. Zo... juist niet speciaal. Nee, ik bedoel heel persoonlijke wel reading. Ja, je kan er misschien nog wel cold reading aan toevoegen, wat dan ook, dat je meer aan toevoegt. Mm-hmm. Mm-hmm. Nou, dit is dus Astro Gems. Je krijgt het compleet met alle gekleurde kaarten die had je erbij gehad. Je krijgt een overzichtskaart erbij, gewoon voordat je weet welke kaart erbij zit. Kun je ook de toeschouwer laten zien. Oh, je hebt hier nog eentje liggen. Overzichtskaart. Je krijgt Nederlandse gebruiksaanwijzing, professioneel gemaakt. Heel boekje met alle instructies erin. Alles wat je moet weten. In het Nederlands, hè? Helemaal in het Nederlands ook, ja. Hij komt binnenkort ook uit in het Duits. Also, deze drie komt ook in Deutsch raus. Aber natürlich. In wenn ihr das seht aus Deutschland, bitte contactiere uns. Wir sorgen für eine deutsche Version. Terug naar het Nederlands nu. dit is Astro Gems. Kost €24,95. Helemaal compleet. Is het moeilijk? Nee, het is niet moeilijk. Het is een minimale hoeveelheid aan informatie. En die is eigenlijk heel simpel. Die je even moet weten. Als je daar niet goed in bent, hoef je dat ook weer niet. Is ook een oplossing voor. Hoef je dat niet te onthouden, maar is er een andere oplossing voor. Dus je hebt eigenlijk alle mogelijkheden. Ja, dat is een leuk dingetje als je van mentale dingetjes houdt met een verhaaltje erbij. Dus Astro Gems van Ferre Gerards 24,95. Alright. Zo,
Nou, heb ik hier ook al iets grappigs. Oh ja? Het is een... ik zal laten zien, ik zal het even afdraaien. Een boutje en een... moertje. Mm-hmm. Nou. Dat is ook wel niks bijzonders. Niks bijzonders. Nou, dat... er is een plastic stukje bij. Het is trouwens een... zal ik hier doen, in principe. Dit gaat hier overheen. Pas precies. Mm-hmm. Een moertje, draai je erop. Ja. Moet je helemaal zo op de... Ik heb het helemaal strak tegen de plastic aandraaien, dat die vast zit, zeg maar, op deze manier. En dan kun je dat ding in dit kokertje plaatsen, zo. Ik kan het even laten zien dat hij er echt in zit. Deksel gaat er bovenop. Ja. En ik wil, is ongelooflijk. Heel veel mensen denken dat de onderkant open is, het is niet zo, is gewoon dicht trouwens. Ja. Wat kun je namelijk doen? Je kunt door je vingers knippen, kun je die moer los laten draaien van de bout. Tuurlijk. Echt waar, ik zal het zien. Als je hem openmaakt en gooit alles eruit, is namelijk dit helemaal los. En het mooie is, je mag alles gewoon checken verder. Je mag het zelfs ook proberen. Als je zegt, ik wil het zelf testen, mag voor mij ook. Voor mij is alles in orde. Dit is Nutty Nut. Nutty Nut kost €10. Compleet met Nederlandse gebruiksaanwijzing. Super simpel. Ja, je kunt schudden wat je wil. Je kunt proberen wat je wil. Het is gewoon echt helemaal vast. Completely vast. Net. €10. Ja, is niet duur. Toch? Zo'n leuk ding. Verkoop al jaren trouwens. Geen nieuw ding. Verkoop echt al. Nou, misschien al 12 jaar of zo. Tje. Maar zo'n leuk dingetje. Af en toe komen die dingetjes tegen. En dan denk ik, oh ja, die moet ik ook een keer laten zien. En dit is er. Eén van. Is er eentje van, ja. Net. Zeg, heb jij misschien een spelkaart liggen bij jou? Want ik ben weer in de voorspellingsmood, namelijk. Wat? Zijn nou die stickers die er in de weg? Wacht even zo. Het labeltje was dit niet goed. Zo. Ja, of moet je open hebben? Nee, laat maar gewoon. Oké. 52 verschillende kaarten. In een stok kaarten. Is gewoon, is het niks speciaals. Geen speciaal. Volgens mij is het normaal spel. Zet hem in jokers, maar ik weet niet of erbij zitten, maar... Oké. Zou je voor mij willen denken aan één van die kaarten? Denken, niet eruit aan? Nee, niet eruit aan, alleen denken. Ja, ik heb er één. Ja? Ja. Als jij die nu opschrijft, dat zou knap zijn. Je gaat die echt niet opschrijven nu. Oké. Ik leg hem hier neer, de voorspelling. Oké. Heb jij... wacht, we moeten wel even aan de kijkers thuis laten zien... Ik heb geen stift, heb jij een stift? Ja. Wacht, dit is makkelijk. Dit is cellofaan. Dus dit is een whiteboard marker. Dus als je hier iets opschrijft, kun je het er weer vanaf vegen. Dus geen truc, maar dat is gewoon hoe een whiteboard marker werkt. Oké, is goed. Zou je eventjes hier jouw kaart op kunnen schrijven en aan de mensen thuis laten zien... De naam, of wat? Ja. De naam van jouw kaart, erop. Oké. Okay. Even aan de mensen thuis laten zien. Ik zal het boven op de camera laten zien. Loop, die gaat weg. Kijk even of dit goed te zien is. Dat is volgens mij wel goed te zien. Ik wist hem weer, hè? Ja. Als dat kan. Ja, dat kan. Ja. Oké. Dus jij hebt een voorspelling gemaakt. Ik heb een voorspelling. Ik heb een kaart in gedachten genomen en die heb ik even de mensen thuis laten zien. Ja. Mark heeft deze kaart. Is dat niet meer hierop? Nee, is het niet meer hierop. Mark heeft deze kaart nergens gezien. Het is niet dat wij met andere camera's zo werken. Nee. Daar zitten dus 52 kaarten in. Je had een keuze kunnen maken. Dus één van al. Deze kaart. Ik ben links, dus misschien is het mooi als ik de andere kant op waaier. Mm-hmm. Een van deze kaarten had het allemaal kunnen zijn. Mm-hmm. Maar jij hebt uiteindelijk gekozen voor één van die kaarten. Ja. Ja? Klopt. Heb je daar een speciale band mee met die... Nou, ik vind het wel een mooie kaart. Ik vind het een mooie kaart. Ja. Ik vind het een mooie kaart. Ja. Oké. Als... Die kaart daarop staat, hè? Nou mag je voor het eerst hardop zeggen welke kaart waar jij in dacht. Harte 9. De harte 9.
Nee, ze begint echt niet. Kijk, 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 kijk. De harte 9. Ja, ik had al zien zo ook. Harte 9. Harte 9. Oké. Dit zijn twee effecten door elkaar heen. Ik weet natuurlijk wel hoe het gaat, maar het blijft een verbluffend effect. We moeten wel een klein beetje uitleggen. Ja. We gebruiken namelijk één hulpmiddel om achter de informatie te komen. Ja. En we gebruiken één hulpmiddel om die informatie... De voorspelling te laten kloppen, laten we zo zeggen. Exact, ja. Misschien, ja. Om achter informatie te komen, hebben we deze, de informer. Ja. Nou zijn er al een behoorlijk wat aantal, laten we eens even, peak devices impression en devices. Impression devices noemen op de markt. Dit is een hele speciale, een hele gevoelige. Die kan door heel veel blaadjes heen. Ja, heel veel. Zo'n 20 pagina's. Ja, hij is echt heel sterk. Sterk in de zin van... Zonder te veel te verklappen. Je ziet precies wat iemand heeft opgeschreven. Ja. Je krijgt de informatie exact door. Dus je hoeft eigenlijk niet meer te gokken, maar het komt heel helder door. Laat het zo zeggen. Precies. Ja. Precies. En je kunt het... En het is ook ideaal voor een kaartspel nog. Ja. En dus het speciaal... Ding waar je erbij krijgt, hoe kan dus best wel diep in je stok kaarten zitten of in het boekje waar je voorspelling op laat schrijven. Ja. Dus ja. Als mensen 2 of 3, 4 of 5 of zelfs 12 pagina's verder zouden kijken, zo van is er iets raars met het boekje, dan zouden ze niks ontdekken. Ja. Dus dat is de allernieuwste impression device. Ja. Kost trouwens 52,50 in vormen, maar is heel gaaf. We hebben de laatste laad mee naar Ede. Daar vroegen mensen naar dit ding. We hebben hem opengemaakt. Toen hadden we hem zelf ook niet open gehad. We hebben hem opengemaakt en getest. Nou, de exemplaren die we toen bij ons hadden waren meteen allemaal verkocht. Serieus, het is echt een heel stoer ding. Ja. Maar, dan weten we alleen maar wat er gekozen is. Dan weet je alleen wat er gekozen is. Maar je had die voorspelling al van tevoren geschreven. Die voorspelling had ik van tevoren al geschreven. Dat is even vaag. En om dat dus zo te regelen, heb ik daarvoor de bandwriter gebruikt. En de bandwriter is niks anders dan een swami. Daarmee zeg ik genoeg. Ja. Dit is wel een nieuwe bandwriter swami. Ja. Er zijn ook weer daarin verschillende exemplaren op de markt. Ja. Eentje die je... om je... Ja, we willen even niet te veel verklaren. We willen niet exact nu uitleggen wat het is. Daarom praten we er een beetje omheen. Ja, maar als je het weet, dan kun je het volgen. Dat is even belangrijk. Eentje die om je duim, eentje die onder je nagel misschien zit. Of deze kun je een beetje vergelijken met een plectrum van een gitaar. Alleen het mooie aan deze nieuwste versie is dat je de hoogte van het potlood, dat mag ik wel zeggen, kan stellen. Dus de positie waar die zit, ja. Dus naast dat die vast zit om je duim, kun je daarna ook nog in hoogte verschillen. Ja. Dus dat zorgt ervoor dat je langere of kortere slagen met je duim moet maken om uiteindelijk tot het gewenste resultaat te leiden. Hij kan ook niet echt afvallen. Dat is ook wel mooi. Het is niet dat je denkt, ik ben originele, echte swami, heb ik ook een nagel swami. Is tricky. Je moet goed vastzitten. De kans is dat zo'n ding eraf zou kunnen vallen. Klopt. Heb je klopt. Met deze ook niet. Hè? Nee. Er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden met een swami. Jij gebruikt het veel, hè, zelf? Ik gebruik het zelf wel veel, ja. 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 Ik vind het... vet sterk effect. Vet sterk. En nou hebben we dus voor gekozen om die twee informer en deze bij elkaar in één soort routinetje... te doen. Het kunnen alle twee natuurlijk los van elkaar. Ja, je kan zelfs met zo'n ding, hè, voor mensen die even niet weten wat je ermee zou kunnen. Stel voor, je zou dit pakken. Ik ga nu niet de hele truc doen, maar je zou ook kunnen zeggen van... je tegen iemand denkt aan een getal. Mm-hmm. Waarin ik zeg, oké. En je zegt...
oké, voor het eerst, welk getal had jij gekozen? Dan zeggen mensen, 12. Dan zeg jij, serieus, 12? Ja, 12. Ja. Dat kan dus ook. Dus je kan gewoon meteen iemands gedachte, bam, voorspellen. Ja. Dat is eigenlijk het idee, en gecombineerd wat wij het nu hebben gedaan, ja. Mm-hmm. Kan ook wel eens een idee worden om twee dingen te combineren. Mm-hmm. Cool hoor. Ja, je moet het een keer doen om te ervaren. Dat is waar. Band Writer kost €23,50. Van Vernet, die hebben allemaal mooie, die hebben meerdere zwaardjes. Degelijk. Volgens mij is het de vierde in de reeks, maar allemaal mooie dingen. Ja, degelijk ook, ja. Ja, ja. Hebben geen rommel. Meens. Is die er eventueel ook in een... Ja, Grease. In een Grease? Ja, bestaat ook. Hebben we niet, maar die bestaat zou wel. Zou kunnen. Okay. Kunnen we gewoon bestaan. Oké, okay. Oh ja, voordat ik dat vergeet, want die hebben we niet op ons lijstje staan, even tussendoor. Wij hadden tot vorige week hadden wij de shop magicdownloads.nl. Dat was een shop, daar kon je allemaal downloadbare producten bestellen. DVD's, e-books en noem maar op. Huh? Die site is er niet meer. Dat wil zeggen, die is er nog wel, maar in een andere vorm. We hebben namelijk ook nog een site, die heet DutchMagicShop.nl. Dat is onze shop waar je producten kunt bestellen die we niet op voorraad hebben. Die draait nu al 2 jaar. Mm-hmm. Die gaat volgende maand stoppen. En inmiddels is er een nieuwe shop. Ja, hoe ingewikkeld kun je het maken? DutchMagicShop.com. Dat is een shop, daar zitten zowel de producten van Magic Downloads in, als de producten van DutchMagicShop.nl. Die zijn allemaal samengevoegd in een nieuwe shop. Dus we hebben nu 2 Dutch Magic Shops draaien, laten we even bijzeggen. Ja. De NL-versie, die al lang bestaat, die gaat er volgende maand uit. Die loopt gewoon nog even door. Dat is gewoon zo. Dus je kunt allebei de shops gebruiken. Maar ja, kijk in de nieuwe shop. We hebben daar gigantisch aanbod downloadproducten. Ja. En het hele systeem is gemoderniseerd. Dat houdt in, als jij een download bestelt en je hebt die betaald, die zit, bam, krijg je een mail. Hier is je download. Dus in plaats van dat wij je moeten klaarzetten. Ja, nou, als je het leuk vindt, mag je ook feedback geven over hoe je de shop vindt. De shop vindt. Ja, ja, ja. Want wij denken dat we ook wel frisser in de layout en dat sommige dingen makkelijker te vinden zijn. En, dus ja, eventueel dat we dat later ook kunnen gebruiken. Dat we, ja. Zeker, we zijn hem nog, is in principe klaar, maar we zijn nog wel links en rechts aan het fine-tunen. Ja, ja, fine-tunen, ja. Dat is een goed idee om hem nog beter te maken. Ja. Dus, gewoon, dus laat even weten wat je er ook van vindt en als het lekker makkelijk zoeken is. En, ja. Overigens, als je nou zorgen gaat maken, je denkt, waar zijn de gebleven die ik dan gekocht heb? Die staan gewoon in de nieuwe shop. Heb je ook een kopje mijn downloads als je daar inlogt met je oude gegevens. Heb ik het over de download inloggegevens, niet de gegevens van, van de site zelf. Staan daar gewoon al je downloads die je ooit gekocht hebt, netjes op rijtje. Dus die zijn niet weg, zijn niet weg. Oké. Eén portefeuille. En in die portefeuille, daar zit namelijk geld. Een voorspelling. Nee, een voorspelling. Een voorspelling, ja. Mark, jij mag willekeurig een kaart pakken. Ja, ik zal het laten zien even op de camera ook boven. Ik zat er zo op trouwens. Maakt niet uit welke. Nee, je mag zelf een kaart eruit pakken. Wel willekeurig. Echt willekeurig. Ja. Heb je er eentje? Ik heb er één. Oké, top. Oké, je mag die kaart gewoon ergens terugleggen hier in het spel, waar je zelf wil. Kijk, hartstikke goed. Kaart kan ik door elkaar lekker sloppy schudden. Zo. Gaat gewoon het idee. Nee. Het gaat erom dat die kaart verloren gaat in het spel. Nou, dat is, is zo. Dat is wat er nu aan de hand is. Dat is zo. Nou komt het leuke, want in deze portefeuille, daar zit namelijk 1 kaart. Je gaat het niet geloven. Dat zei je, een voorspelling. Ga je niet geloven. Er zit namelijk 1 kaart. Ik zal even eerlijk, alle eerlijkheid. Ja, ja. En dat is jouw kaart. Wat staat daar nou? De andere. Portefeuille Oen. Oh, wacht even, zit er nog één? Oh, er zit nog één portefeuille. Oké. Okay. Ik heb het niet gezien. Een portefeuille in een portefeuille. Ik heb het niet gezien. Oké. Dus je gaat me niet vertellen dat nu in deze portefeuille, die je trouwens ook gewoon open kunt maken, zeg maar. Ja. Dat daarin jouw kaart zit. Even voor het idee. Deze kaart had gesigneerd kunnen zijn. Niet de gedachte, maar het is echt waar. Die had gewoon gesigneerd. Dus het is echt de kaart met handtekening. Nou, dit is zeker heel veel skills. Nul. Nul. Nou, skills. Nul, ja. Ja. Eén. Ja, nee, het is. Je hoeft niks te palmeren. En dat is mooi.
En dit mooi. Hoef je niet te doen. Je kan ook gewoon je portefeuille pakken. Ik heb portefeuille. Daar is het nog een portefeuille en daar komt de kaart. Mm-hmm. Dit is een idee van Tom Mulica. Het is de Mulica Wallet. Dus vandaar dat het idee erbij zit. Hij gebruikt in het Engels. Staat er Other Wallets Dummy of zoiets staat erin. Maar in het Nederlands gaat het niet echt op. Dus op het moment dat je dit gebruikt, heb je gewoon een soort van een afleiding. En een ideaal moment om iets te doen wat je moet doen, zeg maar. Ja. Maar het hoeft niet, maar het brengt wel iets grappigs ertussen. Het is de Mulica Wallet. Goed gemaakt, Heinz Mente. Mooie kwaliteit leer. Maar als je dus wat jonger bent en je hebt nog niet zo'n grote handen. Ja. Dan is het, kom je soms wel eens jongens in de winkel en die kopen ook wel bridgekaarten. Die zijn iets smaller en iets korter. Ja. Ja. Maar voor sommige jongens is het moeilijk bijvoorbeeld om die kaart zo te houden. En om hem bijvoorbeeld ergens in te duwen. En met deze heb je dat dus helemaal niet nodig. Geen last dus van. Je hoeft niks te palmeren. Dus je kunt dit doen. Ook al ben je jong, heb je kleine handen. Dan kun je toch gewoon... Alle soorten kaarten. Maakt niet uit welk merk kaart. Het is niet dat je gebonden bent aan het soort kaart ook nog. Nee. Kom mooi. Ik krijg een instructie-DVD bij van Tom Mulica zelf. Die exact zo leert... Spul. Goed spul. Hoe je dit moet doen. Ja. Nou ja, ik kan hier veel meer over vertellen. Mm. En er zijn nog veel meer andere ideetjes met het systeem te bedenken. Want dit is gewoon... ook dat nog. Je kan het ook net andersom doen en... maar dat verklapt misschien te veel. Ja, maar het is in ieder geval goed gemaakt. De Mulica Wallet kost €65. Voor een goed gemaakte portefeuille is dat niet te veel. Nee. Niet te veel. Mm-hmm. Hey, hebben we ook iets voor de beginner? Nou, ik heb een aantal. Ik zal een aantal dingetjes in één doen. Die een beetje allemaal. Kijk heel goed. Ja, perfect. Ja. Waar layout een beetje op elkaar lijken. Ja, het komt ook van dezelfde uitgever allemaal, hè? Nou, is te zien. Ja. Een boek, Ik leer goochelen, is dan. Op elke pagina eigenlijk een nieuwe goocheltruc. Nou. Leuke trucs trouwens zitten erin. Echt leuke dingen. Touwtrucs, ringentrucs, ballonnen, alles wat ik erbij met glazen, noem maar op. Er zijn 95 pagina's. Ja, kijk, er een inhoudsopgave is hier toevallig. Nou, zover heb ik ook niet even gekeken nu net. Ja, kijk hier. Ja, hartstikke veel. Er staan een goede 50 trucs in. Ja. Ja. 100 goocheltrucs. Nee, 100 verbluffende trucs. Stap trucs. Uitgelegd. Nou, ik weet niet wat alleen dat boek al kost. €12,50. Dat is 12,5 cent per truc. In het Nederlands ook nog, hè? Ja, daar hoeven we verder niet veel meer aan bij te voegen. Ik leg hem opzij, dan krijgen we plaats hier. Ja. Verbluffende goocheltrucs. 60 originele trucs, stap voor stap. Uitgelegd. Nou, ook leuk voor een mooie stel. Ja, per kaart heb je er. Leuk. Twee. Dus je kan, stel op een school voor scholen of voor workshops, wat kan ook. Je kunt ook zo de kaart desnoods kopiëren, vergroten, wat dan ook, uitdelen voor mensen. Je hebt gewoon, er zijn ook genummerd allemaal. Je hebt gewoon een heleboel kaarten allemaal. Met allemaal trucs erop. Dus ook erg geplastificeerde kaarten. Degelijk, dus geen goedkoop spul. Gewoon goed gemaakt. €10,95. Dat is ook niet duur. Nee. En dezelfde categorie. Hebben we nog de optische illusies. Er zijn geen trucs, maar gewoon kaarten. Bijvoorbeeld deze. Welke gele stip is groter? Ja, die. Nou, dat is dus niet. Hoezo deze? Volgens mij niet. Volgens mij zijn ze alle twee even groot. Ja. Ja, ze zijn alle twee even groot. Maar zie je, dat zijn leuke dingen. Dat zijn dus allemaal optische illusies. Dus je ogen... Kijk, deze is ook cool. Dan zie je allemaal zwarte stipjes tussenin. Ja, dat klopt. Die ken ik. Ja, zo heb je er een heleboel. Hier heb je bijvoorbeeld welke man is het grootst. Weet je, dat is allemaal, allemaal optische illusie. Ja, ik zou zeggen, die zou ik ook zeggen. Mm-hmm. Is natuurlijk niet, maar ja, goed. Zo heb je er, een heleboel. Echt een heleboel. Dus als je houdt van optische illusies, ook deze set kost hetzelfde als die andere set met kaartjes, ook €10,95. Niet direct in het goochelen, maar het... Ja, optische illusies, dus puzzeltjes. Illusies, is altijd leuk. Ja, ja, dat is het. Dat is het. Yep. Die kant op. Oké. Maar nee, een kaartspel. Want
Ik heb nog een leuk idee. Okay. Ik heb een voorspelling. Een voorspelling? Een voorspelling. Dat is ook, ja. Dat is ook voor het eerst. Ja, zeker. In 44 updates hebben we nog nooit iets gedaan met voorspellingen. En zeker van deze update ook nog niet. Spelkaarten. Ja. Zo. So far, so good. Jij mag zelf ergens een kaart gaan kiezen uit het spel. Doe deze maar. Yes. Ja. Is goed, mevrouw. Laat hem even aan de camera zien. Niet ja, ik zal hem hierboven eventjes. Oké. Okay. Heb je hem? Ja. Leg de kaart even terug. En de kaart is weg. Nou, zou het knap zijn als jouw gekozen kaart exact hetzelfde is als mijn voorspelling? Dat zou... een applausje waard. Dan zou ik zelf ook blij zijn, want het leuke is namelijk, als je namelijk dit doet, heb ik hier een zakje thee. En als het goed is, had jij gekozen een zakje thee. Hou je trouwens van... Jelle, weet het ook weer... Verse munt thee, joh. Verse munt thee? Of zeg je nee, ik wil liever... ik ben niet echt een munt thee. Ik heb liever aardbeien of kersen. Of ga je voor de munt thee? Nou, ik ben normaal niet echt een munt thee fan, maar... het heeft misschien meer te maken met de mensen die dat denken. Oké. Okay. Okay. Hey, nou denk je dat is leuk, maar wat moet ik met die munt thee? Ja. Oh. Dat is ook zo, ja. Ik had liever gehad dat de voorspelling goed was. Kijk, maar je ziet ook door het licht heen, kun je ook zien dat daar in het zakje zit ook echt een zakje thee in. Ja, tof, zeg maar. Maar het was net nog een kaart. Maar het gekke is, als je dit nou openmaakt, zeg maar, zo. Zie, ik zal het even open scheuren zoals het is, zo eerlijk mogelijk hier ook te kunnen zien. Pak zelf het labeltje vast. Trek hem maar aan. Er zit er namelijk één kaart in. Als je die kaart openvouwt... Klaver 6. Is dat jouw klaver? Welke kaart had je? Ja, de klaver 6. Et voilà. Dat is een manier, onze eigen versie zeg maar, laat het even zo noemen, maar je moet een maniertje verzinnen, om jeez. Instant tea, zo heet de truc, met een mooi theedoosje erbij trouwens, te doen. Je hebt met deze set heel veel mogelijkheden. Je kan... zit helemaal vol met gimmicks dan, die thee. Nee, één gimmick. Ja, één gimmick heb je en je krijgt er materiaal bij om de truc, er staat 50 keer te doen. Oké. Okay. En ik ga er met de refills op de markt komen. Maar dat weet ik niet. Maar ik denk dat als je echt heel veel gaat doen, dat je gimmick na verloop van tijd ook wel een keer vervangen wordt. Dat je dan beter een keer voor een nieuwe set kunt gaan. Hmm. Gok ik. Dan enkel refill. Instant tea kost 49 euro. Dat is zeg maar een euro per keer als je het doet. Maar het is wel leuk. En je kan ook overigens, je kan een gesigneerde kaart ook laten verschijnen in het theezakje. Kan ook. Je hebt heel veel variatiemogelijkheden. Dit was even een versie. We moeten iets laten zien. En we hebben dit even gekozen voor deze versie. Maar je kan hem gesigneerd laten verschijnen ook. Dus mogelijkheden zat. Hmm. Nice. Instant tea. Nou, even pijnruimen. Want ja. We zijn hier aan het einde gekomen van de producten. Maar niet wegklikken, niet stoppen. Want. Ik laat even zien. Ik zet hem ook even recht op mijn beeld nu zo. Dat kunnen we maken, misschien weer moeilijker zien, maar goed. Ik klap hem nu weer weg. De familie Kazan. The Amazing Magic Family. Absoluut. Van 27 juli tot en met 21 augustus hier in de Maaspoort in Venlo. 5 minuten van de winkel. Ik zal even laten zien de achterkant voor mensen die het niet hebben. Je kunt het op internet ook vinden. Het zijn allemaal avondvoorstellingen om 7 uur. Nagenoeg elke dag. Check het even exact. Niet, zijn niet alle dagen, maar nagenoeg alle dagen. Volgens mij de vrijdagen niet, als ik het goed heb. Kijk hoor. Donderdag, zaterdag, zondag. Woensdag, donderdag, zaterdag, zondag. Oh nee. Maandag, dinsdag niet. En de vrijdag niet. Oké. Okay. Check het maar eventjes. Hebben we familie Kazanders in de Maaspoort. Nou, wat is het leuke? Wij mogen 2 kaarten weggeven voor deze show. Yes. En 2 goochelboeken. Voor Magic Unlimited. Daarop maak jij kans. Hoe maak je kans? Nou, als jij vanaf vandaag tot en met 30 juli, die periode, als jij bestelt. Sorry, tot en met 29 juli moet ik erbij zeggen. Als jij bestelt. En je vermeldt erbij Kazan. Dat is alles wat we doen. Kazan. K-A-Z-A-N. Die streepje mag je weglaten als je niet weet hoe dat moet. Ergens in de opmerking. Ja. Ja, en de opmerking in het vak. Of als je belt en je zegt, oh, ik wil meedoen met de actie voor de kaarten en de boeken.
codewoord is Kazan. Of je komt hier in een winkel en je zegt, ik wil meedoen met de actie, ik wil kaarten winnen, een boek winnen, zeg je Kazan. Ja. Dan schrijven wij jouw naam op. Jouw naam komt in een hoge hoed. En op 30 juli hebben wij hier tussen 2 en 3 een meet and greet met Hans Kazan, met Magic Unlimited, met Steven. Die komen allemaal hier in de winkel. Ja. Als jij met hun op de foto wil, als jij een handtekening wil, je bent van harte welkom. Tussen 2 en 3 op 30 juli. Hoe vet cool is dat? Hier in de winkel. Ja, ja, dat cool. Is dat keileuk. Cool. Zij zullen ook op die dag zelf de loting doen. Dus zij zullen ook loten. In de hoogte. Ja. De namen trekken. Ja, ja, ja. De namen trekken van de winnaars van de boeken en de kaarten. Dus wil jij daar kans op maken? Zorg dat je tijdens je bestelling of hier in de winkel die opmerking plaatst. Ja, het is gewoon veel te leuk. Ja. Veel te leuk. Ja, en als je ze echt wil zien, kom naar de winkel dan. 30 juli, zaterdag is dat. Tussen 2 en 3. Mag je hier met hen op de foto. Ja, dat is super cool. Wat je wel meeting greet. Ja, ik vind het super cool. Exclusief. Ja. Ja, dat is het denk ik wel. Check onze Facebookpagina inderdaad. Want we zijn de laatste 2 weken wel met acties bezig. Mm-hmm. Actief aan het adverteren, laat ik het zo zeggen. Met leuke acties, met speciale acties. Zo hadden we afgelopen woensdag hadden we de Making Money. Voor €10 inclusief verzenden. Nou, normaal zou je €12,50 betalen plus €4,95. Mm-hmm. Dus €17,5. Scheelt je veel geld. We hadden de whiteboard pedal. We hadden de Bite from Card. En zo hadden we allerlei leuke trucjes echt voor goede prijzen. Dus check onze Facebookpagina. Zorg dat je hem liked. Of dat je de pagina liked. Dan krijg je die informatie ook op je eigen Facebook. Overigens plaatsen we die filmpjes ook allemaal op YouTube. Dus als je abonneert op ons YouTube kanaal. Krijg je ook al die aanbiedingen te zien. Dat is wel belangrijk. Ja. En als je leuke aanbiedingen ziet, deel ze gerust. Hoe meer mensen er gebruik van maken, hoe leuker. Hoe beter. We krijgen sowieso leuke reacties op, dus ga ermee door. Voor de rest, magisch weekend. Magisch weekend, tot over 2 weken. Dankjewel. Doe het ook. Hoi.